Tessa Willaert. Opletten voor Van Avermaat met haar lengte. Dus een keer doet België het kort. Kaatsen met Meersman. Daar is de voorzet. Daar is Van Avermaat. En ze scoort. Van Fortigolde. Gepikt. Ja, want als hij gepikt wordt, kan het wel eens buitenspel zijn. Anders is het Kaasari Kees. Met 1-0 voor België. Mooie variant. Duidelijk de bedoeling. En dan uiteindelijk wordt hij binnengekopt. Of binnengetikt door Sari Kees. Goed werk van Meersman. Loopt daar meteen alles en iedereen voorbij. Inspelen tot bij de Kenji. En dan is daar nog altijd de Kenji. Willaert om er geen 2-0 van te maken. Grote kans alweer voor de Red Flames. Dit is een goede bal van Avermaat richting Janssens. Willaert voor doel gaat er naartoe. En dan de ongoal. Oh, Brutte pik. Voor Bartovicova. We wilden die bal er tussenuit halen, maar dat is wat ik dus bedoel. Slowakije staat hoog. En als België er dan doorgeraakt met die snelheid, dan is het al aan een fase rond. En dat was het nu ook. De Kenji. Ruimte bij De La Cau. Weer heel veel ruimte bij Janssens. Maar het gaat gewoon naar Tessa Willaert door het centrum. Willaert 1 tegen 1 tegen Gladekova. En dan gaat ze scoren. Jawel, de 3-0 voor België. 25e minuut. Het lef van Slowakije wordt keihard afgestraft. Ze staan hoog. En dan de snelheid van de Belgische spitsen. Tessa Willaert. Prima bal van De La Cau tussendoor. En dan is er nog wel Cherjanova om misschien een beetje druk te zetten. Maar ze komt net te laat. Meegeven met Gilles Janssens. Achterna gezeten door Wojtekova. Janssens voorbij Wojtekova. Kijk, prima gedaan. En dan de voorzet van Janssens. Daar is de Kenji. Komt er binnen. 4-0 voor België. Uitstekende actie van Gilles Janssens. Tine de Kenji. Ook zij weet te scoren. Ja. Dit is dan een echte assist op die own goal, tellen die vaak niet. Maar twee keer Gilles Janssens op die rechtervlak. Dit is echt een lekkere actie. Tussen de benen van Wojtekova en dan de Kenji. Prima van de Kenji. En dan Willaert. Voor het doel is Eurlings. Ook de truiter is mee aankomen. De bal gaat naar Eurlings en scoort! 5-0 op het bord. Hanna Eurlings. Ingevallen bij de rust. En 9 minuten later scoort ze. Prima bal. Willaert met een precieze voorzet. Eurlings heeft hem maar binnen te glijden. En op die manier 5-0. Kijk eens aan. De truiter prima er tussen beiden. En dan die bal tot bij Eurlings. Snijdende beweging van Janssens. Eurlings met een afstandskop tegen de lat. Goeie uithaal van Hanna Eurlings. Bijna haar tweede. Slordig van Gladekova. De bal tot bij Eurlings. Staat er mooi voor Willaert. En die plaats er binnen. Tweede van de avond voor Tessa Willaert. En op die manier 6-0. Scoren nog wat rijmer. Nou, ik vroeg het daar net nog. Gaan ze nog een bijduwen. 20 seconden later ligt hij binnen. Eurlings met de voorzet en daar is Van Kerkhoven op. En ook zij scoort nog de 7-0. De ervaring van Slowakije is al naar de kant. En tegen de jeugdige Slovaakse speelsters gaat het nog eenvoudiger. Bal naar buiten van Willaert. Ruimte bij Hanna Eurlings. Goeie invalbeurt, moet ik toch wel zeggen. Dan Van Kerkhoven, ja, die heeft al een paar keer een kans gehad. En deze komt ze binnen. En dat is meteen de laatste bal naar voren. De Red Flames winnen met 7-0 van Slowakije. Goeie prestatie tegen een mindere tegenstander. Dat moet erbij gezegd worden. Maar wel uitstekend uitgevoerd. De kansen gepakt die er waren.